Omdat jullie nu niet meer naar de leesvee kunnen komen op school, dachten we dat het misschien wel een leuk idee was dat de leesvee op deze manier naar jullie toe zou kunnen komen. En daarom heb ik stiekem alle boeken van Paas meegenomen naar mij thuis. Dus nu zijn jullie eigenlijk een beetje bij mij thuis. Vandaag heb ik het boekje van Haan wil trouwen meegenomen. En hier achter mij staan ook nog de andere boeken die ik aan jullie ga vertellen. Maar die zijn voor een andere keer. Vandaag is het Haan wil trouwen. Haan wil trouwen van Marley van Otterlo. Vandaag trouwt de broer van Haan met Lotje. Haan is er natuurlijk bij. Wat heeft broer een mooie hoed op, zegt Haan. Zo wil ik er ook wel een. Broer schuift Lotje een ring om haar vinger. Zo dadelijk krijgt hij er ook een van Lotje. De ring ligt klaar op een kussentje. Gouden ringen. Wat prachtig, zegt de haan. Jonge jongen, zegt Haan, maar daar staat geen gewone taart, een echte bruidstaart. Oh, en kijk eens wat daar helemaal bovenaan die taart staat. En nog zoveel cadeautjes ook. Haan gaat onmiddellijk naar het stadshuis. Juffrouw Kip, ik wil ook trouwen. Ja, dat is leuk, zegt juffrouw Kip. En wie mag ik noteren als de gelukkige? Ik bedoel, met wie ga jij trouwen? Huh? Zegt Haan. Met wie? Daar heb ik helemaal nog niet aan gedacht. Haan, zegt juffrouw Kip, je moet eerst een bruid zoeken. Anders kan je helemaal niet trouwen. Oké, zegt Haan. Dat zal ik dan gaan doen. Bij de bushalte stapt Haan op de eerste de beste kip af. Hoi kip, zegt Haan. Wil jij met mij trouwen? Huh? Waarom, vraagt de kip? Ik ken jou helemaal niet. Ja, omdat ik een hele hoge hoed wil, zegt Haan. Dank je wel, zegt de kip. Ik denk het niet. Even later ziet hij terug een kip. Hoi kip, wil jij misschien met mij trouwen? Vraagt Haan. Huh? Waarom? Vraagt de kip. Ja, ik wil zo'n mooie gouden ring, zegt Haan. Sorry hoor, zegt de kip, maar ik ben al getrouwd. Kijk, dit zijn mijn kindjes. Ha, Dorie, het wil maar niet lukken. Maar Haan geeft niet op. Hallo, dag kip. Wil jij met mij trouwen? Vraagt hij. Huh? Waarom? Vraagt de kip. Wel, ik wil heel veel cadeautjes, zegt Haan. Jammer Haan, maar nee, ik mag helemaal niet trouwen. Ik wil helemaal niet trouwen eigenlijk. Nee. Sorry. Waarom heeft Haan niet eerder aan het kippenhok gedacht? Daar wonen heel veel toekomstige bruidjes. Hoi, hallo. wie van jullie wil met mij trouwen? Maar, al
alle kippen, die lach je hem uit. Nu weet Haan het niet meer. Hij gaat naar zijn broer. Broer, begrijp er echt niks van. Niemand wil met mij trouwen. Hoe heb jij dat klaargespeeld met Lotje? Ik? Ja, ik zei tegen Lotje. Lotje, ik vind jou de liefste kip van de hele wereld. Wil jij met mij trouwen? Ja, en toen zei ze ja. Wie vind jij eigenlijk de liefste van de hele wereld? Vroeg broer aan Haan. Even denken. Ik weet het. Ik vind mezelf de leukste van de hele wereld. Tja, zeg broer. Nu snap ik dat niemand met jou wil trouwen. Weet aan. Maar ik wil ook zo'n hoed. En ik wil ook een ring. En ik wil ook cadeautjes. Broer heeft wel een beetje medelijden met Haan. Lieve dames, zegt hij tegen juffrouw Kip en alle andere kippen. Haan wil heel graag trouwen en cadeautjes krijgen. Nu, hij is bijna jarig. Kunnen we er niet voor zorgen dat... Vandaag is Haan jarig. Er is er een jarig, hoera, hoera, zingt Haan. Dat kan je wel zien, dat ben ik. Maar waar zijn die taars? En waar zijn die cadeautjes nu? Komt daar opeens naar binnen? En wat heeft Kip vast? Als Haan zichzelf een trouwring aanschuift, zegt juffrouw Kip, dan verklaar ik Haan nu getrouwd met Haan. En zo gebeurde het dat Haan trouwde met Haan. Maar hij kreeg wel heel veel cadeautjes en hij leefde nog heel lang en heel gelukkig. Zo, dat was ons eerste verhaaltje. Kijken jullie morgen terug voor het volgende verhaaltje? Dag!